Welkom bij de Timmer Tutorial. Iedere dag van Bouwdorp gaan wij dit jaar een Timmer Tutorial maken om jullie te helpen zo mooi mogelijk hut te bouwen. Vandaag gaan we het hebben over hoe je goed pallets aan elkaar vast kan maken. En dit doen we door een driehoeksverbinding te maken. Een driehoeksverbinding betekent dat je met deze plank hout van je pallets een driehoek maakt. Ik heb hier al pallets tegen elkaar aanstaan. En het is belangrijk dat je dus een driehoek maakt. Leg je plank hout er schuin op en sla bij de pallet aan beide kanten een spijker erin. Deze zit. En deze zit ook. Nu zijn de pallets aan elkaar vast. Doe dit ook aan het begin. En zo zorg je voor een stevige verbinding. Hierna kan je, als je dit zo over de hele breedte doet, een pallet er bovenop leggen. En dan begint eigenlijk je dak. Hiermee heb je ook meteen een stevige basis voor je dak. Wanneer de pallets schuin over goed vastzitten, dan kun je beginnen aan de buitenkanten. Zorg ervoor dat de buitenkanten ook goed vastzitten. Hiervoor neem je nog twee stukjes hout. En daar komt mijn tweede stukje hout. Leg hem ertussen en sla hem vast. Dan heb je dus een goed dak. Ja, dit was de Timmer Tutorial. Samen met Remco en mijn filmcrew. Hey filmcrew, hey! Poh, wat een ding hé. Hey. Oh. Kijk, dak erop. Hoi. Staan. Hoi. Oké. Voor morgen, voor jullie. Ja. Dat is dus lekker. Doei, hamer.